mensen, top dat jullie weer kijken en welkom bij Nutteloze Experimenten deel 6. En moet je onze testauto zien, zie je hoe hoog dat die staat? En dat komt omdat wij op jullie verzoek de veren hebben vervangen voor stijgerpijpen. Kijk hoe die rijdt. Wat een comfortabel hoor. Is onze auto een beetje overgepositioneerd. Hij steunt natuurlijk nu op 4 punten helemaal vast. Ja, die kunnen zich niet afstellen naar het terrein. Dus ja, je zag wel net dat hij niet genoeg druk op zijn voorwiel had om weg te rijden. Comfortabel hoor. Ik denk dat ik zelf eerder kapot ben als die auto als we dit tot het einde moeten gaan testen. Dit is echt niet om te doen. Die auto is ook echt heel slecht om te besturen nog. Het sturen is natuurlijk al niet alles, maar remmen doet hij echt helemaal niet meer. Hij begint op een gegeven moment echt te stuiteren en de ABS die probeert het allemaal te corrigeren. Nou, zegt er is niet mee te rijden. Ik probeerde net daar op het kruispuntje te stoppen, maar ik stond daar, ik denk 10 meter verderop al stil. Wil jij een rondje rijden, Dirk? Ja, dat wil ik proberen. Ja, dat wou ik maar zeggen. Even kijken hoe dit bevalt. Ja, ik zou er gewoon nog maar aan doen. Ja, is zo erg. Ja, joh. Moet je kijken. Het lijkt wel een off-road voertuig, zo hoog heb je staan. Wat een pretje dit zeg! Ik zat daar net gewoon bijna tegen dat witte paaltje aan, man. Ja, het is verschrikkelijk, hè? Ja, je kan gewoon niks. Je kan niet sturen, niet remmen en gas geven gaat ook niet, want dan ga je altijd. Ja, hij begint te stuiteren en op een gegeven moment ben je gewoon heel de controle kwijt, hè? Het is echt verschrikkelijk. Echt drama dit. Ja, ik denk dat we nog harder moeten gaan rijden in de zandbaan. Zandbaan? Dat zijn kuilen. Waar ga jij staan? Nou, kijk, we moeten hier dus doorheen. En ik denk dat we niet verder komen dan hier. Echt wel. Maar jij denkt van wel. Ik rijd daar los doorheen. Let maar op hoe hard ik daar doorheen vlieg zo. Nou, ik durf bijna gewoon naast die plassen te gaan staan. Want ik denk dat ik niet nat word. De camera mag nu dan. Oh. Ik kan me goed voorstellen hoe die auto zich moet voelen. Oh. Ja. Het linker voorwiel staat er een beetje scheef onder. Nou, het is in elk geval weer kapot. Moet je kijken joh.
En we hadden best wel stevig gelast. Maar ja, het ging ook wel echt hard tekeer. Jongen, jongen, verschrikkelijk. Nou, als je daarin zit, je wordt door elkaar geschud. Daar word je bang van. Maar ja, vering onder je auto, daar heb je nog eigenlijk nog wel harder nodig dan schokbrekers. Zonder vering begint die partijtje stuiteren, joh. Ja, dit ding is niet meer te controleren. Je kan niet meer sturen, je kan niet meer remmen. Op een gegeven moment begint hij allemaal los te komen, net te hoppen zo. En dan gaat hij alle kanten op. En de kant die hij op gaat, dan gaat hij gewoon op. Dan kan je niks meer tegen doen. Steigerpijpvering, niet echt een succes. Hey, maar hebben jullie nou nog goede ideeën voor een test voor de volgende keer? Zet het even onder in de comments. En misschien doen we de volgende keer wel jouw test. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende.